Ik ben Julia, ik ben 8 jaar en ik kom uit Eindhoven en ik vind piano heel leuk om te spelen. Julia speelt al sinds haar derde piano. Ik speelde mijn broer piano en toen kende ik opeens de noten, want ik was door balletten en toen speelde ik opeens een stukje van het Zwanenmeer. En toen dacht jij, balletten vind ik niet meer leuk, ik ga piano spelen. Ja, ik vond balletten nog wel leuk, maar ik ging meer piano spelen. Het pianotalentje speelt moeiteloos de moeilijkste stukken. Omdat ik absoluut gehoor heb. Dat betekent dat je gewoon als je een lied hoort, dat je het meteen op de piano kan naspelen. En dat absolute gehoor van de 8-jarige Julia zorgt ervoor dat ze bij de beste van Nederland hoort. Ik heb bij het Prinses Christina Concours de 2e plek gekregen. En bij de muziekwedstrijd ook de 2e plek. Meteen goed kan het niet zijn. Het was natuurlijk net een muziekdoos die met 1 vinger speelde. Maar ze speelde meteen de juiste noten zonder de noten te weten. Dus niemand heeft haar in het begin geleerd. Ze ging gewoon. Vanaf vanavond is Julia te zien in het RTL-programma Superkids. Want ze hadden het gevraagd. En ik vond het wel een leuke ervaring om op de weet te komen. Ja. Ze zagen gewoon dat jij heel goed was. Ja. En ben jij ook goed? Denk eens. Waarom is Chopin nou eigenlijk veel leuker dan K3? Omdat Chopin gewoon dromeriger is en K3 is suf. Voor mij.